zullen we vanaf eens rennen. Ja. Goddomme, dat is zo. Ja, wanneer is het begonnen? In, die... in 2011. Achter het bankgebouw? Nee, eerder nog. 2009, achter het bankgebouw. Ja, tussen de hondenstront. Ja, tussen de hondenstront. Ja. Dat ben begonnen. Met ons twee. Ja, en ja. Toen hebben we een jaar gestaan hier achter de, het cultuurhuis. Ja. En toen zijn we hier terechtgekomen en hier staan we nu. Ik denk dat dit het vierde kan wel. Het vierde jaar is. Het is nog net geen lustrum. Hè? Volgend jaar hebben we lustrum. Dan staan we hier voor het vijfde jaar. Ja. En we hebben. Ja, we hebben en we zijn met vier man begonnen. Ja. Met vier man begonnen en inmiddels, kijk om je heen, ja, staan 9 tonnen. Dus ik vind het helemaal super geweldig, toch? Ja. En we schieten veilig. Vooral veilig. En vooral veilig, maar dat doen de jongens uit Babberich allemaal. De Carbine Boys uit Babberich. Top. En dan voor de gezelligheid hebben we het tentje natuurlijk. Elk jaar weer. Een glaasje en een hapje en een drankje erbij. Een klein beetje muziek. Een leur zo te zien. Ja. Dat zit een geitje in. Een leur, er zit niks meer in. Het is een ander systeem, maar we hadden dus geen zin meer om elke keer die bal op te halen. Dus ze houden maar per dag. En uiteindelijk is dit eruit gekomen. Kijk, hij velletje weg. Ja, zeker. Kijk, je laait hem door middel van een korfje. Hij wordt gedompeld in water, in het bakje, erin, deksel open, velletje ertussen, dicht draaien. En je kunt zien dat hij al begint te gassen, hij is al bijna klaar. Als ik al wat plastic zakt, dan weten we dat het gas al erin zit en dan, ja, kan dan moet het tellen. En dan gaan wij op afstand. En dit is precies hetzelfde. We hebben hier stelde eigenlijk dan. Met een klein clubje, langzaamaan komen er steeds meer mensen bij. Eerst staken we ook met z'n drieën af en nu hebben we ook al 5 mensen die de bussen ombranden. En, ja, we beginnen 's ochtends vroeg om 11:00. Dan steken we de eerste ballen aan. En we gaan door totdat het donker wordt. Daarna blijven we met z'n allen nog even gezellig een drankje drinken. En dat is volgens ons kan oudjaarsavond beginnen. Ja, dat zijn jullie bakken. Bakken,
We beginnen met een half rotje onder in de bus. Vervolgens een beetje water bij het kabiet. En als laatste de deksel erop. Dat doen we 6 keer. Wij schieten hier gewoon particulier. Gewoon met 6 standaard melkbussen. Waarvan 5 met deksel en 1 met een bal. Nu is het dus even wachten op gas in de bus. En dan gaan we ze zo ontsteken. Ontsteken doen we doordat het rotje wordt aangestoken. En dat veroorzaakt een steekvlam in de bus. Ik heb hem opgevoerd. Ja, ik doe gewoon een
ding. Ja, ik ben net aanvallen. Hoezo? Ik heb er nog wel knaap, maar niet. Maar benieuwd wat er ook is. Ik heb gewoon echt niks met kwiet. En ik heb een surf pakje zo. Ja, ik snap het ook. Ik zit vast niet op de hand. Ja. Ja, en ik had ook al gevraagd. Borden! Allemaal in de hoek.